We zijn hier in de entreehal van de orthodontiepraktijk van de Meulen in Leeuwarden. En te zien is in ieder geval één deel van het tweeluik, het andere hangt hierboven. Het was afgelopen zomer dat de familie van de Meulen mij vroeg om een ontwerp te maken voor een kunstwerk bij hun in de praktijk. En ik vond het heel leuk, omdat het een enorme connectie met Daniël, met betrekking tot die prachtige interesse voor geschiedenis. En het komt helemaal terug in wat ik ook doe. De Schans is eigenlijk best wel een historisch stukje van de stad, want eigenlijk is het nog een stuk oude Middelzeedijk. En de Middelzee, dat was een zee die vroeger heel ver Friesland inliep, wel tot Sneek en Bolsward aan toe. Die langzamerhand is dichtgeslipt. Leeuwarden lag zo ook aan de Middelzee. Het laatste stukje is ingepolderd en de Middelzee is ook een inspiratie voor het kunstwerk van Claudie Jongstra. Aan deze kant was het vroeger het droge, dus glans was de dijk en aan de overkant was het water. We zitten hier op een historische plek en ik vond het ook leuk dat je dat aansprak om op grond daarvan een ontwerp te maken. Eigenlijk land en zee, dat is eigenlijk het hele ontwerp geweest. Dat vind ik ook heel mooi, ja. Wat ik er bijzonder aan vind is dat jullie het aangedurfd hebben om dit werk ook echt in een ontvangstruimte te laten zien. Want het eerste wat je ziet als je binnenkomt, er komen hier zoveel jonge mensen. En wat ik hoop is dat het eigenlijk tot de verbeelding spreekt. Dat mensen zich gaan afvragen, waar kijk ik naar, wat voor materiaal is het. Dat het vragen oproept en nieuwsgierigheid wakker maakt. En dan kun je die koppeling maken, nieuwe tijd kunst met oude tijd historie. Dat zou ik mooi vinden, ja.